Een slaapmiddel kan mogelijk mensen met hersenschade helpen. Dat vermoeden wetenschappers van het Radboud UMC en het Amsterdam UMC. Een patiënt die jarenlang niet kon bewegen en praten, kan dat nu wel, dankzij dat middel. Ruim 8 jaar geleden liep Richard hersenschade op door zuurstofgebrek. Sindsdien kan hij niet meer praten, bewegen en zelfstandig eten. Laat je stem eens horen. Oorzaak is een deel van de hersenen dat te hard werkt. Dat geeft zoveel signalen dat de delen die praten en bewegen moeten aansturen worden overstemd en het dus niet meer doen. Mag ik je even plagen? Het slaapmiddel onderdrukt een deel van de signalen, waardoor deze functies tijdelijk weer terugkomen. En wat is dit? Mijn tandenborstel. En hoe gebruik je een tandenborstel? Nou, zo. Maar... Ik zat op de fiets en mijn telefoon ging. Het was de verpleegkundige die zei, Willemijn, iemand wil je spreken. En daar had ik mijn patiënt aan de telefoon. Met wie ik dus nog nooit echt een woord had kunnen wisselen. En nu ineens wel. Dat moet onvoorstelbaar zijn. Ja, ja, ik viel echt bijna van mijn fiets. Ja. De ontdekking geeft de onderzoekers hoop dat Richard beter behandeld kan worden. Er is ook een nadeel. De hersenen van Richard wennen aan het slaapmiddel, waardoor het steeds minder effectief is. Het is dus de vraag hoe lang het nog werkt.